Een nieuw stuk, multimedia stuk, Carrière heet het. En het speelt zich gedeeltelijk af in een televisiestudio. Dus er word ik heel veel met camera's, televisie, projecties, leaders, bumpers, nou, noem maar op, alles zit erin. Het is een stuk wat zich gewoon in het heden afspeelt. Dus ik dacht, nou ja, weet je, iedereen is heel druk met multimedia en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, dan past dat wel daarin. Het gaat over drie studenten die veel te lang en veel te vaak in de kroeg zitten. En op een gegeven moment denken van luister, wij gaan nu een baan zoeken. En dan gaan ze alle drie een baan zoeken die eigenlijk veel te hoog ligt voor hun. En het heeft allemaal met liefde te maken. Iedereen wordt verliefd of juist niet. Of allemaal intriges en dat soort dingen. De minister van Buitenlandse Zaken komt uit de kast in dit stuk ook. Dus dat is ook heel fijn. Dus het is een heel gevarieerd, maar vooral ook grappig stuk. Het tweede bedrijf begint met een stuk in de televisiestudio waarin het publiek van het theater eigenlijk publiek van de tv-show is. Men speelt ook mee in de loterij. Dus het publiek maakt ook echt een onderdeel uit van de televisieshow. Er zijn kaarten beschikbaar. Vrijdag en zaterdag beginnen we om 8:15. De week erop 9 en 10, dat is zaterdag en zondag, beginnen we s'avonds om 7:15 en zondagmiddag om 14:00. Dus het zijn 2 weekenden en 5 shows in totaal.